Wij maken ook niet alleen verwarmingslichamen en productie van energie. Maar we doen ook oxygen radiators. Dat zijn de radiatoren die zorgen dat je je lucht hebt binnen. Hè? Want je zit in een volledig gesloten huis. Hè? Voor mij is dat altijd zo geweest. Je moet een hoger spiritueel doel hebben. Je moet weten hoe de aarde in elkaar zit. En je moet weten wat duurzaamheid is. Dan moet je al gaan kijken in het milieu. Je moet al kijken in de technologie. Je moet werkelijk iets vinden van een hoger doel. Waardoor je die tijdelijke inzinkingen als eigenlijk nietig kunt verklaren. En dat gaat vooral voor een betere wereld door te geven aan onze kinderen. Dan moet je krijgen. De wereld moet beter zijn. En het moet geen uitgehold geschenk zijn. Dat volledig gepolueerd is. Dat is mijn hoger doel. Uiteindelijk ook al heb je niks meer over in je gevecht. Of je zou je alles verliezen in dat gevecht. Tenminste heb je geprobeerd. Ja. Dat is de eer. Er zijn nu meer dan 35 landen. In China ben ik bezig 120 showrooms te plaatsen rond dit concept eigenlijk. Waar mensen dus zero energy buildings kunnen kopen. Ze kunnen bij ons altijd voor allerlei degustaties overal ter plaatse. En onze missie is de Italiaanse wijn over te brengen of mensen over de streep te brengen om naar de Italiaanse wijn toe te komen. Allereerst wil ik jullie bedanken daarvoor om op de cover te staan. Dat is niet iedereen gegeven en gegund. Waarvoor nogmaals dank voor Max Live. Ik vind de avond zeer geslaagd. Moet maar iedere keer maar opnieuw doen om bijzondere mensen bijeen te brengen op een avond, in een weekdag. En toch zeker in deze periode waar heel veel evenementen en allerlei feestjes aan de gang zijn. Dus nee, knap gedaan van Max Live en Business Club of Limburg's Manager. Het is een enorme pluspunt, het is ook een bindmiddel. Het is ook de beste zaak als doet je aan tafel. En ik kan dat beamen. Ik heb toen Verhofstadt, een grote liefhebber van Italië, wijn en food. En ik moest geregeld in zijn ambtswoning zorgen dat op tafel de wijnen er waren en er stonden. Ik moest mee eten met zijn gasten, of dat nu politicus waren of anderlei people. Lekker eten en er werd getafeld en gedronken en gegeten op een lekker niveau. En Verhofstadt genoot er ook van, maar die sloeg dat over zijn gasten. In de laatste 5 minuten kwamen die dossiers op tafel en dat werd ondertekend. Belgium is one of the most important countries in terms of the business relationship with Romania, and we would like to develop more business relationships. Would like to to promote the Belgian investments in Romania, because we have very good opportunities in different sectors, in different domains, in different industries. We still have more than 2,000 companies that are acting, Romanian companies that are acting in Belgium and are developing businesses in Belgium. And also Belgian companies to Romania as investments, I can tell you that there are more than 3,300 right now. So every month this figure is increasing, and we are very happy with that. So please, what I would like to emphasize is to invite you to come in Romania and to visit Romania, to identify new opportunities in developing new businesses, because we still have very good potential among the former Eastern European countries from the communist bloc. I think it's very important to meet some business people out of the country. It's always interesting to talk to other people to see what they can mean for us and what we can mean for them. So, and it's always nice to have some international contacts as well. I think in business you need a big network to succeed. Voor mij een netwerk is ontzettend belangrijk. Ik ga jou zelfs vertellen, ik ben nog niet zo'n grote netwerker. Ik heb dat eigenlijk ben dat een klein jaar geleden opgestart. Ik zie nu echt wel het belang in van mijn netwerk. Niet om onmiddellijk business te doen, maar ik vind het platform van Manager een zeer goed platform. Het is een zeer open platform. Ik ben heel blij dat ik daar deel mag van uitmaken. Ik heb heel veel interessante mensen ontmoet waar ik niet direct business mee doe, maar die mensen kunnen mij altijd iets leren dat toch wel raakvlakken heeft met mijn business, maar ook zaken waar ik soms naar op zoek ben in mijn business. Dus het is niet zo direct om onmiddellijk business te doen, maar het is via
kom je toch wel terecht bij de juiste mensen en ook betrouwbare mensen. Zeer belangrijk.